Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en wat heb ik een nachtrust gehad zeg. Wow, echt serieus niet normaal. Ik sliep gisteravond om 11 uur en ik ben nu serieus wakker geworden en het is 12 uur. Ik heb gewoon 13 uur geslapen. Maar dat krijg je ervan als je een nachtje overslaat. Ik moet wel zeggen, die piep in mijn oor is echt zwaar aanwezig. Dus ik kom nu op het moment dat ik me er ietsjes rustiger onder voel, dat ik überhaupt die piep heb en dat het blijft. Ik kan er wel mee blijven zitten en waarschijnlijk ga ik me daar ook nog wel steeds zorgen over maken. En vooral als ik ga slapen en alles is donker en ik lig gewoon stil. En je hoort dan die piep, dan word je gewoon helemaal gek. Dus de oplossing daarvoor zal waarschijnlijk zijn dat ik gewoon muziek indoe, maar dan gewoon heel zachtjes, zodat ik in ieder geval een beetje afleiding heb. Als jullie tips hebben, wees welkom in de comments. En we gaan het allemaal meemaken. Ik ga nu in ieder geval even lekker opstaan. 13 uur geslapen. Wauw. Echt ongelooflijk zeg. Het is jammer dat het niet meer heeft gesneeuwd, eerlijk gezegd. Maar we gaan sowieso naar buiten. Gisteren heb ik de hele dag binnen gezeten. En gisteren voelde gewoon als een dag die eigenlijk een soort van nooit is gebeurd. Echt heel erg apart. Echt apart. Wat ook apart is trouwens, is... Oh, dit is echt niet normaal. Ik weet dat ik dit niet moet doen. Maar ik heb hier zo'n ongelofelijke jeuk bij mijn kuit. Oh, dat kan ik wel helemaal kapot krabben. Oh, echt niet normaal. Oh, dit is echt bizar. Ik moet hier weer even mee naar de huisarts. Oh, ik wil het zo graag helemaal kapot krabben gewoon. Mijn hele huid eraf trekken. Zo zieke jeuk is dat. Ik ben ongeveer 1,5 maand geleden ben ik naar de huisarts geweest. Voor een paar jeukbultjes hieronder bij mijn kuit. En die jeukbultjes, daar heb ik zalf voor gekregen. En die heb ik toen een week lang 2 keer per dag gebruikt. En de tweede week 1 keer per dag. En dan zou het eigenlijk weg zijn. En als het er nog steeds zat, dan zou ik wel even terug moeten komen. Ja, op zich was het redelijk weg. Maar toen kreeg ik toch weer een keer een paar bultjes. En toen begon ik weer te krabben. En nu is het echt weer heel erg. Oh, dit is echt... Dit voelt zo lekker als ik ga krabben. Maar ook zo naar. Oh, dit is echt bizar. Oh, ik maak mijn hele kuiten kapot. Boos op die kuit. Ah. Ik word gek. Oh, zo, dat maakt je helemaal lijp, die jeuken. Oi, oi, oi. Oh, hij is ook rood. Kijk hoe dat eruit ziet nu. Zie je dat? Het staat gewoon in de fik nu. Nou ja, goed. Ik ga me eens eventjes aankleden. We hebben trouwens eindelijk een afstandsbediening voor de tv hier in de slaapkamer. Normaal gesproken dan was het altijd, wie doet de tv uit? Jij of ik? Als Mario en ik samen in bed lagen. Maar we hebben dus nu een afstandsbediening. Shoutout naar mijn broer. We vertelden hem erover van, nee, we hebben nog steeds geen afstandsbediening. Die zijn we kwijt. Nooit met ons kopje gedacht aan een universele afstandsbediening. En Milan zei, ik heb nog een universele afstandsbediening liggen. En het was wel heel erg grappig, want Marion die had er dus nog nooit van gehoord. Die zei, maar dat is niet de afstandsbediening voor onze tv. Dus die dacht dat we precies dezelfde type afstandsbediening nodig hadden als de tv. Maar dat hoeft niet, want het heet niet voor niets een universele. En dit is iets wat ik vroeger serieus heb gedaan. En ik heb me echt doodgelachen. Het is gewoon een beetje dom geouwehoer. Het is, hoe zeg je dat, kattenkwaad. Het is gewoon echt, vind ik, leuke kattenkwaad. Dus wat je doet is je gaat bij mensen hun huis langslopen en dan koop je een universele afstandsbediening. Is tegenwoordig volgens mij 7, 8, 9 euro zo'n afstandsbediening. En dan ga je dus gewoon bij mensen langslopen. En sommige mensen die daar kan je heel duidelijk naar binnen kijken. En als ze dan tv aan het kijken zijn dan kan je gewoon bijvoorbeeld volume harder zetten of kan je volgende zender of je kan hem uitzetten wat jij wil. En ja, dat was een beetje kattenkwaad die ik vroeger ook heb uitgehaald. En ik weet zeker dat er mensen zijn die ook dat hebben gedaan. Maar dat is dus het nut van een universele afstandsbediening. Dat hij op bijna elke tv kan. Is niet altijd zo, maar wel veel. En bij deze doet hij het super goed. Echt alles. Volgende, vorige, aan, uit. Dan moet ik hem niet hier neerleggen. Moet was nog lopen. Dus nu hebben we gewoon een afstandsbediening hier naast ons bed. En dat is echt helemaal top. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus dat was wel geinig. Dus shout-out naar mijn broer voor het niet beneden en weer lopen. Maar nu gewoon even lekker vanuit bed aan en uit doen. Nou, knolbouwensokjes weer aan. Verkeerd om en zo. Goedemorgen. Wat zeg je? Moet je schijten? Oh, ontbijten. Oh, lekker broekje aan. T-shirtje erbij. Zo. Deze past bijna perfect met mijn haar, joh. Het wordt wel echt veel lichter, mijn haar. Dat zei de kapsel ook wel. Die zei hoe vaker je het gaat wassen, hoe lichter het wordt. En je zult merken dat het echt steeds... Inderdaad steeds lichter wordt. Vooral als een beetje licht van buiten opvalt. Dan zie je dat er ook een soort van beetje witte veging komen ofzo. Ja, ik vind dat nog wel nice. Wauw, jeetje. Wauw.
Je hebt echt... Wil jij hier zitten? Nee, maar je hebt echt weer je best gedaan. Ja, zoals altijd, hè? Jeetje, kijk eens eventjes wat een ontbijt het is. Het is gewoon bijna te mooi om op te eten. Lekker, hè? Eet smakelijk! Eet smakelijk. Goedemorgen, heb jij ook lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Een soort van. Ik was heel veel wakker, omdat ik me een soort van zorgen maakte dat jij niet sliep. Maar je sliep de hele nacht door. Ja, ik heb echt als een blok geslapen. Ja, beter. En wat gebeurde er in de ochtend om 8 uur? En zo vroeg aan mij, laatste. Toen zei ik, weet ik niet. Toen zei hij, kan je kijken? Dus ik zo kijken, ik zo, het is 8 uur. Vraagt hij aan mij, in de avond of in de ochtend? Zo mooi. Ik zei net tegen jou van alsof jij dacht dat je al bijna 24 uur aan het slapen was. Ja, ik was gewoon even helemaal de weg kwijt. Ochtend of avond. Ik wist het echt even niet meer. Maar wat ik dan doe als ik wakker ben en niet mijn ogen wil open doen en wil weten hoe laat het is, dan veeg ik mijn arm zo naast me, omdat mijn telefoon altijd naast me ligt. Maar die voelde ik niet. Dus ik dacht, oh, die heb ik vast in mijn slaap gewoon afgeduwd bij ongeluk. Ja, dat was ook. Want er was heel veel lawaai ook. Oh, echt? Ja. Die liet je vallen of zo. En toen zei ik nog tegen jou van, zit je weer lawaai te maken? Maar dat heb je dus niet meegekregen. Nee, heb ik niet meegekregen. Ik heb echt een blok geslapen van 11 uur tot 8 uur. En toen ik dus door had dat 8 uur 's ochtends, dacht ik, nee, dit is niet genoeg slaap. En toen ben ik weer in slaap gevallen tot 11 uur. En gewoon allebei de keren niks meegekregen. En dat is echt zo lekker. Gelukkig. Heerlijk slapen. En nu... En nu wakker worden. En dan lekker ontbijten. Nu is het zo dat je natuurlijk niet aan jezelf kan blijven denken. Nee, mijn opa en oma, die gaan wij even een telefoontje geven. Ja, geef ze dat eens even. Ja, we gaan hun even een telefoontje geven. Een belletje geven, dat is beter verwoord. Maar, of een huisnummer of een mobiel nummer? Mobiel, opa. Ik ga opa bellen. En dan krijg ik ook oma te spreken automatisch. Die hebben namelijk allebei corona. Ze doen ook altijd op luidspreken de telefoon. Ja. En dan aan hun oor. Ja, altijd luidspreken dan zo. Ja, hallo Enzo. Hey, hallo opa, met Enzo en Marvin. Ja. Hallo. Hoe is het met jullie? Nou, het gaat met mij wel weer wat beter. Ik ben daar straks voor het eerst alleen maar een kwartiertje buiten geweest. Ik voelde nog wel een beetje verkouden, maar die echte rare klachten van rompspijn, keelpijn, spierpijn. Dat is allemaal wel voorbij. Dus het is nog de zesde dag. Dus ik denk dat het wel een goede kant op. Maar nou, zomaar, het is dus behoorlijk ziek. Ja, die heeft nu koorts. Nou, dat is vol denk ik nog wel mee. Maar die heeft helemaal gehoest en gehoest. Het is hetzelfde beeld als wat ik toen ook had. Hij is ziek en dan ligt ze daar wel op de bank te liggen. Dat het is puur corona. Hè? Want je dus dan leeft zoals het moet gaan en dat is het ook. Ja, klopt. Ja, dat is gewoon vervelend. Ja, dat is gewoon typische corona-verschijnsel inderdaad. Ja, en dan hebben wij dus ook al een keer corona gehad. Ja, voor de tweede keer. Ja, ik ben benieuwd wie het wereldrecord op zijn naam heeft staan. Ja. Maar ja, daarom dachten we ook. We hadden natuurlijk al geappt en beterschap verteld en alles. Maar wij vroegen ons af of we misschien vandaag even iets naar jullie moesten brengen. Misschien even wat eten of wat lunch of avondeten. Of misschien een fruitmand of iets of... Nou, dat moet ik even met de organisator van het huishoudelijk gebeuren overleggen. Oma zegt lekker eten. Lekker eten. Kan ik oma spreken? Ja, dat ga ik nu even doen. Ik zie net dat Groningen scoort 1-1. Zo, oh, fijn. Groningen 1-1. Ja, ik geef even aan oma, ja? Ja, is goed. Ja, hallo. Hallo. Hallo, opa. Kan je oma geven, opa? Ja, ik ben nu bij oma. Hallo? Opa, ik hoor niks meer. Hij hoort niks meer. Moet ik daarheen? Wacht even. Hallo, oma? Hallo. Ja? Opa, ik hoor oma niet, opa. Ja, hier ben ik. Hij oma? Oma? Laat spreken. Ja, hallo? Hey, opa. Is oma er ook? Ziek. Wat gebeurt hier? Oh, dat had ik niet moeten doen, hè? Ja, hallo. Ik vind het zo mooi om oma in de maling te nemen. Hallo? Ja, daar zijn we weer. Ja, hallo opa. Is oma er ook? Het is wel wonderbaarlijk als we hem aanpakt, dan gaat de telefoon uit. Oh. Nou, dan komt hij. Je moet hier nergens aan. Nee, dat doe ik.
Hallo. Hey oma, alles goed? Nou, nee. Nee, snap nee. Ik. Ik hoor het ook aan je stem meteen al. Ja, opa die had het heel erg. En toen heb ik de dokter nog gebeld, want die had vreselijke koorts. Ik denk, nou, dat durf ik de nacht niet meer in. Dus toen belde ik en nou, toen zegt ze, hij mag tot 40. En als je het benauwd krijgt, dan moet hij direct terugbellen. En nou, toen hebben we nog jouw moeder gebeld en die zei, ik stuur wel even testen. Nou, ik zeg, maar we hebben geen corona. Nou, zegt ze, maar doe het maar toch. En nou, en wij deden dat allebei. En verdomd, we hadden het allebei. Ja. Wat stom, hè? Ja, klopt. Mijn opa had al over het hoogtepunt heen, maar toen had ik nog niks. Dus ik denk, ik kom er mooi vanaf. Ja. Nou, en toen ik zeg dat ik het had, ik denk, nou ja, ik kom er mooi vanaf. Dus ik kon opa mooi verzorgen. Maar nu heb ik de hele nacht gehoest, maar god, ik ben zo, ik voel me net een dweil. Maar goed, ik lig hier op de bank en nou, opa kan me nou verzorgen, dus dat is wel heel fijn. Ja, nu is opa een beetje bovenop en kan die voor jou zorgen. Nou, dat is wel heel prettig. Ja, zeker. He? Ja, 100%. Ja, dus daarom vroegen we ons ook af van, kunnen we nog wat voor jullie doen? Kunnen we iets langsbrengen? Heb je wat nodig? Iets van eten, drinken of fruit? Of? Ja, kom je deze kant op? Moet je dan helemaal voor ons apart rijden? Nee, dat hoeft niet hoor. Maar dan kunnen we gewoon wat langskomen brengen. Wat jullie nodig hebben. Wat hebben jullie nodig dan? Nou, warm eten of we eten of dagen soep. Maar dan komt me de keel uit. Ja, snap ik. Oké, nee, maar dan komen we even wat eten langsbrengen. Nou, dat zal heel mooi wezen. Waar heb je zin in? Bij lust en alles. Maar waar heb je echt zin in? Want Enzo die heeft altijd geleerd van jullie, als je ziek bent, moet je eten waar je zin in hebt, hè? Ja, maar wij hebben wel overal zin in. Dat is juist het gekke. Wij vinden Chinees lekker, wij vinden sushi lekker, wij vinden alles lekker. Dat is goed. Dan regelen we iets voor vanavond. Dan zijn we denk ik rond 6 uur ongeveer bij jullie. Ja. Oh, dat is fijn. Hartstikke fijn. Nou, eerlijk, daar ben ik heel blij om. Super. Nou, top, nou dan zijn we om 6 uur zijn we bij jullie. Ja, maar jullie moeten het niet krijgen hoor, want dat is niet leuk. Nee, niet te dichtbij, maar we zetten het voor de deur neer en dan kloppen we aan en dan... Ja. Nou, rust nog even uit en dan zien we je vanavond. Oké. Doei. Oké, doei. Doei. Zo, ja, dat hadden we ook al een beetje verwacht. En we weten ook hoe open oma zijn. We hadden een paar dagen geleden, toen ze voor het eerst dus corona-verschijnselen hadden... en toen ze dus corona-tests hadden gedaan en toen ze dus corona hadden, of hebben... toen hadden we al meteen gezegd de eerste dag, toen ze dat gooiden in de familie-app... van we hebben corona, van oké, als we wat kunnen doen, laat het weten. Je moet toch nog een beetje wakker worden. Als we wat kunnen doen, laat het weten, dan komen we gewoon wat langsbrengen. Maar ik weet hoe open oma's zijn, die willen ons dan niet tot last zijn... en die willen dan niet dat we daarheen rijden. Maar ja, we gaan, als we daar dus van... daar wat gaan brengen, wat we dus gaan doen, dan rijden we daarvoor apart daarheen. En ja, dat wil oma dan liever niet, maar dat gaan we toch lekker gewoon doen. Want we willen wel gewoon even wat heen brengen voor open oma. Ja, maar dan zorgen we er gewoon voor dat we ons nu gaan klaarmaken en dan gaan we gewoon iets doen in de omgeving daar, toch? Ja, precies. Ja. Dus we gaan deze nu niet doen? Nee, die doen we dan een keer. Ik dacht misschien eventjes lekker relaxed, even puzzelen. Lego hoor. Ja, het is wel een soort van puzzelen. Ja, puzzelen waar stukjes horen. Dit is zo'n Pikachu. Dan als je gaat draaien, dan gaat hij zo rennen. Gaat hij bewegen. Dus dat is wel heel erg vet. Dus misschien kunnen we deze vanavond later maken. Of een andere keer. Maar dit had een middagactiviteit kunnen zijn. Ja, maar we gaan even lekker douchen. Even lekker opfrissen. Ja, precies. En misschien dan nog heel even naar buiten of zo. Ja, ik denk even een rondje lopen. Of we kunnen even op de scooter een rondje rijden. Oh ja, dat kan ook. Even een beetje toeren hier of zo. Gaan we dat eerst doen, dan douchen, omkleden en dan gaan we naar Assen. Ja, gaan we nu eerst even de scooter weg. En dan kunnen wij misschien wel bij mijn ouders eten vanavond. Ja, dat is een goeie. En misschien slapen, maar dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel weer. Oké, planning. Nou, goeie. We hebben planning voor vandaag, dames en heren. We nemen jullie mee. Ja, zo. Dit is glad, hé. Ja, dit. Wat is er? Het zadel. Het zadel. Je hebt de handdoek erop laten zitten. Ja. Nou, dan kunnen we die handdoek toch gebruiken om het eraf te vegen. Dat is wel ideaal. Nice! We gaan met de elektrische scooter even een rondje rijden. Leuk man! Ik heb even gezocht voor een leuk gezellig lunchplekje, koffietentje in Utrecht. Nou, die zijn er genoeg. Ik heb er eentje gevonden op basis van foto's. Nog nooit geweest, dus laten we daar gewoon even een kijkje gaan nemen. En dan nu even de kou trotseren. Ik heb natuurlijk wel handschoenen bij me en een helmpje op en ik heb zo'n buffy. Want het is echt koud en al helemaal op de scooter. Maar goed, het is wel even gezellig met z'n tweeën. Ik kan mij me lekker vasthouden, lekker warm met z'n tweetjes. Ah. Dus dat wordt wel fijn hoor. En misschien komen we nog een paar hele mooie plekken tegen.
wie weet. Toeter, 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 toeter. Met Romana op de scooter. Zijn hem. Yes, gouden en gold. Jee. Jee. Oh. Nou, dat was 20 minuutjes denk ik. Ja, echt fijn. Dat moeten we echt vaker doen. Ja, Google Maps die zei dat we er 42 minuten over deden. Maar we pakken de route van een fiets en we zijn er met 20 minuten. Ja. Easy. Easy claps. Easy clap. Zo schat, hier zitten we dan. Gezellig met z'n tweetjes. Spelletje te spelen. Marvin heeft een cortado. We delen samen een cheesecakeje. Ik heb een lekkere gember thee. Ik kwak er nu nog even wat honing bij. Nou, wat willen we nog meer? Een kus. We moeten niet zo klep doen, Phil. Mag geen kus. Goed, dit is wel echt even genieten. We kunnen niet heel erg lang blijven, want we gaan dus nog naar Assen. En dat is wel even een stukje rijden. En we willen het eten natuurlijk wel op tijd fixen. En we moeten het ook nog fixen, het eten. Dat gaat helemaal goed komen. Maar in ieder geval even lekker een half uurtje even chillen. Even zitten. Heerlijk. Lekker buiten geweest, met scooter, straks weer. Precies. Met tenen. Wow, ik wil net zeggen met tenen. Ja, als met tenen zelf. Ik wil zeggen met tenen is het enige wat koud is. En mijn dikke duim, mijn rechter dikke duim. Dat is deze, hè? Ja, die is te koud. Oh. Weet je waarom? Omdat ik hou zo'n handvas vast. Oh, kijk, ja. Hou deze zo. Dit is het stuur. Dus ik hou hier vast. En mijn duim. Mijn duim zit hieronder. Ja. Dus die probeer ik dan nu zo te doen. Maar dat is heel raar gas geven. Okay. Snap je? Ik wil wel rijden straks hoor. Kom af. Okay. Wil je dat graag? Ja. Dat is prima. We gotta move fast. Do we gotta move fast? Yes, let's go. Oké, we gaan er vandoor, dames en heren. Marvin die wil toch dat ik ga rijden. Ja. Gaan we regelen. Ik heb niet zo'n lekker busje. Ja, dat is wel waar. Je krijgt dan wel koud gezicht. Ja. Auw! Dat is niet nice, dat is echt te hoor. Doe mij dan. Dat doet zeer, hè? Nee, vind ik niet. Oh, joh. Oké, okay, de Vespa die heeft in totaal 50% van de batterij verbruikt voor naar Utrecht heen en terug. Doen er ongeveer 20 minuten over. Ja. En dat was echt nice. Zeker, genoten. Echt lekker hoor. Check dit eens even. Wow. Oh ja, dat is die... Wow, dit is gewoon een kuil. Alsof je gewoon een operatie hebt gehad op je voorhoofd. Ja. Check hoe erg het eruit ziet. Zo straks dat die touwtje daar over mijn helm natuurlijk. Dus die heeft de hele tijd zo geduwd. Ja, Marvin die wilde heel graag... Die wilde heel graag de capuchon op en dan de helm. Ja. Wat zo koud was. Ja, volgende keer moet je ook zo'n buffje opdoen, ja, net als ik. Klopt. Dat is echt chill. Jij bent slimmer. Dank je. Dit is echt geniaal. Ik ben net de vlog aan het inplannen in de studio. En ik hoor Marvin in één keer zeggen... Wat heb ik gekocht? Hè? Dus ik liep hier naar de keuken toe. En ik kijk zo en ik denk... wat klopt hier niet? Ik bedoel, heel veel dingen kloppen. Tosti-apparaten, je brood met kaas, kipfilet, ham. Wacht eens even.
Wacht eens even. Waarom zijn het geen plakjes ham en is het één grote dikke plakkaat? Het staat ook heel groot hierop. Dikke plak. Ja, dit is gewoon een dikke plak. Dit is gewoon één stuk. Wat moet je daarmee? Ja, weet ik ook niet. Kijk hoe dik dit is. Ja, wil je dat? Gooi maar op mijn tosti. Nee. Jawel. Nee, gast. Dat is echt niet lekker. Is dat te veel? Dat is veel te veel. Dat zijn echt 10 plakken. Lekker, man. Wil je dan ook gewoon kipfilet? Ja, ik kan toch gewoon de helft afsnijden en dan blokjes erop doen of zo. Ja, dat kan toch? We gaan hem niet weggooien. Alleen het is gewoon minder handig om te gebruiken. Ja, ik letterlijk, jij bent de enige die ham eet. Want ik eet het echt nooit. Nee, maar dan ik zou gewoon zo'n stukje snijden en dan gewoon een paar blokjes. Oké. Okay. Sowieso gewoon een keertje in haast als je dacht, oh, snel even ham mee, klaar. Ja, ik dacht, dat is wel een mooi formaat. Dat is tosti formaat. Ja, snap ik. Nou, is goed. Ik snij wel kleine blokjes. Geniaal. A few moments later. Nou mensen, en ze wou blokjes, dan krijgt hij blokjes. Dit ziet er zo raar uit. Nou, eet smakelijk meneer. Eet smakelijk mevrouw. Hey, we're going to Assen. Opa en oma. Hey. We gaan have a party. Ja, ik ben benieuwd met die blokken. Ik ben echt benieuwd. Net uit, hè? Ja. Je hebt een geur op mijn voorhoofd, man. Het is wel lekker, hoor. Ja? Zeker, ja. Andere sensatie. Alleen, ja, het smelt niet zo weg zoals kaas, zeg maar. Dat zou maar een dikke blok zijn. Dat is wel fijn, hè. Dat, ik denk dat niet iedereen mij kon verstaan. Maar omdat Marjan en ik elkaar zo goed kennen, dan kan je elkaar sneller verstaan en begrijpen als je elkaar aankijkt en ook iets zegt, zeg maar. Dat is toch zo. Die band hebben wij, hè? Uh-huh. Nou, even lekker tosti eten. En dan gas erop. Gaan we naar het mooie noorden. Hun. Zo fijn als je dat soort dingen doet. Oh, geweldig. Een soort ad-libs. Ja, even nog aan het einde van de zin. Wat die Migos ook altijd deden. Mama! Ja, geniaal. Ik denk dat dit mijn lievelingsfruit is. Mandarijn? Ja, ik vind het zo lekker. Ja, echt een goede mandarijn. Ja, dit is een mandarijn van de markt. Ja. Uitstekend. Maar ik heb ook wel eens een mandarijn gehad dat ik echt bij de eerste stukje dacht, zo, klap er even in, zeg. Ja, sommige mandarijnen zijn heel hard of zo. Dan weer heel zuur of te zoet. Of zo een beetje droog. Dat is niet lekker, hè? Deze mandarijn die ik zojuist heb gehad, is echt fantastisch. En daarom wil ik even met jullie delen dat dit even een herinnering is voor jullie. Vergeet geen stukje fruit te eten vandaag. Je hebt die video dan van mij niet gezien, die van What I Eat in a Day. Nee. Toen ik een mandarijn at, heb ik later ingesproken, this is your sign to eat some fruit. Echt? Ja, dus wow. Dat zei ik ook toen ik die mandarijn at. Ja, mandarijn deed me er in één keer aan denken. Maar vooral omdat het gewoon ook echt lekker is. Mm. Ik vind letterlijk elk soort fruit lekker, denk ik. Nee. Pruimen? Vind ik ook lekker. Persik is ook lekker. Nectarine, aardbei, bosbes. Ja, heel veel dingen hangt er wel echt van af of ze echt goed zijn of niet. Seizoen. Ja, seizoensgebonden. En aardbeien zijn nu ook minder lekker dan in de zomer. Ja, in de zomer al fruit. Echt lekker. Vooral van de markt. Ja. Ja, dat is echt zo hoor. Dan kan je meestal echt lekkere fruit halen. Zo, doe de lampjes even aan. Ja, het is bijna 5:30. Dus we gaan het prima op tijd redden om even het eten te brengen. We hebben even een pitstop gemaakt bij Tankstation. Ik moest echt tanken. En Marjan die heeft eventjes wat lekkers gehaald. Warme chocolademelk met slagroom voor mij. En voor jezelf denk ik weer een of andere gek ingewikkeld koffietje. Dirty chai. En dirty chai met iets er allemaal erin en zo. Lekker man! Maar als we dan het over het woordje pitstop hebben. Ja, die is fijn, hè? Zij was niet van hiphop, dat was mijn shit. En nu rijdt ze me piep, toch? Ja, dit nummer is echt keihard. Jij dacht, wat gaat ze zeggen? Ja, ik zat echt te kijken van, hoe gaat ze dat zeggen? Zij was niet van hiphop, dat was mijn shit. En nu rijdt ze me piep, toch? Dat was mijn shit. Dus neem me piep, toch? Ja, die gaan we luisteren. Oh. Ik zie al iemand voor de deur staan. Die hoorde de auto al. Zo fijn. Nou, we hebben in ieder geval iets heel erg lekkers hoor, dames en heren. Goed hè? Wauw. Wel echt super lief. Ik heb bij Yume en Assi hier heb ik wat gehad. En ik heb een spekkoek meegekregen.
Super lief. Dat vind ik zo ongelooflijk lekker, maar ik ga hem deze keer toch doneren aan Open Oma. 570 gram. Hele spekkoek gewoon. Dus kunnen ze lekker met z'n tweeën eten. En als ze dan over een paar dagen beet zijn, dan kunnen ze met visite lekker aansnijden en eten. Ja, want hier heb je aan een klein puntje al genoeg. Ja, echt super, super lief wel. En we hebben echt van alles. We hebben sushi dingetjes, kip dingetjes, van alles en nog wat. Ik krijg er zelf trek van. Ja, wij gaan straks lekker eten bij je vader. Ja. Je moeder moet werken, maar dan kunnen we meteen even eten bij de vader van Mayo. En dat is ook wel gezellig. Dus, nou ja, goed. Ja, normaal gesproken zou sowieso mama wel eten maken de hele week voor Open Oma. Maar ja, die is dus nu verhuisd. Milan en ik wonen nu dichtst bij Open Oma. Ja. Dus dan voel ik me wel een beetje extra geroepen om ook even hierheen te gaan om Open Oma te helpen. Maar los van dat, ook al was mijn moeder hier, dan had ik sowieso wel een keertje gedaan. Want ja, mijn Open Oma betekent gewoon veel voor mij. En ik vind dat je daar wel gewoon even wat tijd aan moet besteden om zo wat eten te brengen. En gelukkig heb ik een hele lieve vriendin die precies zelf zo denkt aan mijn Open Oma. Mm-hmm. Wat is er? Niks. Zo. We moeten het op het krukje zetten, denk ik. Wie heeft ze daar al neergezet? Dat denk ik ook. Op het krukje? Ja, ik denk ook. Kijk, op het krukje. Ik ga naar buiten open, denk ik, de deur. Kijk eens aan. Dan gaat hij naar buiten open. Ja. Nou, dit is weer een beetje zoals vanouds. Ja. De anderhalf meter. Nou, dit is wel 3 meter in ieder geval. Nee, we kunnen hier niet komen, maar je kan de deur nu wel open doen, toch? Ja. Levensgevaarlijk hier. Levensgevaarlijk hier. Besmet de hol. Nou, 1,5 meter is de regel, hè? Ja, 1,5 meter buiten mag, hè? Ja, precies. Ja, we staan nu al een paar meters van jullie af. Maar ja. dit doet me echt denken aan toen de corona echt heel erg was en wij hier ook een keer waren op deze manier. Ja. Vreselijk, hè? En dat was de eerste keer toen jullie corona hadden, ja. Nu de tweede keer. Heel kwaad, hè? Dat we voor de tweede keer hebben. 4 keer geprikt. Ja. We leven daarna, we rusten goed, we eten goed. En potverde. Ja, toch de dupe ervan. Ja. We hebben bij Achilles al gelopen met de seniorendag. Hoor. Ja. Maar het was de moeite wel waard om... Als ik het geweten had, was het niet heen gegaan. We hebben wel heel veel plezier gehad. Oké. Okay. En als het over is, dan... Ja. Maar je ziet het ook inderdaad, dat tenminste sowieso dat oma wel ziek is, dat zie je ook wel. Ja, oma is een beetje ziek. Je hoort het ook aan je stem van praten. Ja. Ja. Ik heb altijd last van mijn stem. Ik heb de hele middag op de bank gelegen. Ja. Maar het was wel leuk voor Maar het is goed met jullie? Ja, bij ons gaat het goed hoor, zeker. Sneeuw weg. En nog even? Nee, bij ons ligt er nog steeds sneeuw. Ja, nog steeds. Over een paar weken, hè? Verhuizen. Ja, over een paar weken gaan we verhuizen. Ja, ja. Ja, dat is wel de planning. Wil je de wereld dan meenemen? Die ronde wereld? Oh, dat cadeau. Plekje, ja, natuurlijk. Ja. Maar dan kan de volgende keer als jullie bij ons komen. Ja, dan kunnen jullie het meenemen, dat is beter. Ja. Nee, maar die stylisten, die kan dan een nieuwe plekje ervoor vinden. Dat komt wel goed. Ja. Maar je hebt gewoon de crocs aan. Ja. Ja. Ja, ik Geniaal. Ga niet meer helemaal... Als ik hier mee loop, hè, ja. Dan voel ik mij hartstikke ziek. Ja, met die crocs. Als ik me wat beter voel, doe ik gewoon weer schoenen aan. Ja, snap ik. Godverdamme, ik ben ziek. Ja, ja, dat snap ik wel. De hele dag op de bank, dus... Maar Feyenoord-Ajax vandaag 1-1. Ja, wat een opluchting. Ik kon niet meer kijken. 1-0 achter en tweede helft 1-1. Ik lag er met de rug naartoe. Ja. Ik kijk niet meer. Als het 1-1 was, toen heb ik weer gekeken. Ja, ik vond het heel hard. Hebben jullie het gezien? Nee, we hebben niet gezien. Alleen de uitslag. Maar als Ajax Feyenoord gaat spelen, dan wil ik wel graag naar de arena toe. Ja. Lijkt me wel echt gaaf om mee te maken, hoor. Ik heb nog nooit zo'n klassieke wedstrijd gezien. Hij kwam er ook weer in. Wijnberg. Hè? Die vader heeft hem toch gesproken. Wijnberg? Wijnaldum. Oh! Bergwijn. Oh, Bergwijn. Bergwijn. Ja. Nee, dat was niet Bergwijn. Wie was het ook? Nee, wie was het ook weer? Oh, wie was dat? Ja, was Bergwijn. Ja, Bergwijn. Die kwam er weer in. Die is ook een tijd. Ja, klopt. Toen had Bergwijn een hat-trick gescoord, geloof ik. En toen zat ik daar bij Ajax en de vader van Bergwijn en zijn broertje die zaten naast mij in de skybox daarnaast. En toen heb ik even gesproken, ja. Klopt, ja. Ja, was hij goed? Ja. Mooi. Maar Klaas heeft gescoord, toch? Ja. Klaasens, ja. Nou, mooi. Dan, ja, er zit van alles in. Er zit een spekkoek bij. Kip, sushi, alles erop en eraan. Hartstikke fijn. Dit moet mij beter maken. Dat lukt het nooit. Heerlijk, het lijkt me zo fijn, hè? Nou, mooi zo. Ja, wij doen de deur in, want het is hartstikke fijn. Snap ik. Geen probleem. Ga er lekker van genieten. En anders bellen we morgen of overmorgen alweer. Irma was hier ook, maar ja, die kon ook niet binnen. Nee. Snap ik. Ja. Jammer, hè? Ja. Nou, als jullie nog wat nodig hebben, laat maar weten, goed? Ja, yes. Dan komen jullie morgen weer. Yes. Oké. Doei, doei. Ciao, ciao. Ja, geen probleem. En allemaal kusjes. Oké, kusjes. Doei.
Ja, snap ik wel. Wij zijn al een beetje aan die kou gewend weer. Maar ze zitten nu echt al flink wat dagen binnen. En dan is het wel in één keer heel erg koud met die deur open. Ja, dat is even niet anders zo. Dit is echt inderdaad zoals de eerste keer toen ze corona hadden. Ciao, ciao. Oi, oi, oi. Maar ik ben al lang blij dat het gewoon goed gaat. Het had ook veel erger gekund. Er zijn nog steeds erge coronasituaties. Maar ja, zo zijn er best wel veel mensen de dupe van. En in mijn opa en oma, hun verhaal weet ik inderdaad. Ze hebben 4 keer een prik gehad. En ze hebben al 2 keer corona gehad. Ja, dan snap ik wel dat je daar scheidziek van wordt. Dat je denkt van, hoe kan dit nou toch allemaal? Mm-hmm. Het is wel heel erg vervelend. We staan nog daar, zwaaien. Ciao, ciao. Doei. Dus ja, dat is wel heel erg sneu. Maar goed, in ieder geval, ze zijn super blij met het eten. En ik weet het, mensen. Ik kan ook gewoon vanuit mijn huis eten laten bezorgen bij opa en oma. Misschien dat ik dat dan morgen ook wel ga doen. Tenminste, ik ga ze nog wel even appen en dat aanbieden. Maar ik vond het toch wel even fijn om opa en oma gewoon even recht aan te kunnen kijken in persoon. Ook konden niet naar binnen, maar gewoon om even te zien dat het echt goed met ze gaat. En dat is toch gewoon, geeft mij ook een fijn gevoel. Dus vandaar dat we nu gewoon daarvoor naar Assen wel rijden in plaats van dat we gewoon wat laten bezorgen. Ja. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld morgen wat laten bezorgen en als ze dan volgende week beter zijn, dan kunnen we dan gewoon weer even lekker daar op visite. Ja, dat lijkt me een goed plan. Dat lijkt me inderdaad een goede planning. Nou, gaan we nu op naar Borger? Ja, gaan we ook even wat eten bestellen voor onszelf. Ja, gaan we lekker pizzaatje carbonara eten, denk ik maar. Ja, dat is jouw favorietje, hè? Ja, en ook van je vader. Ja. Ik heb dat eigenlijk van je vader. Ja, klopt. Ja, ik heb zin in een pastaatje. Want hoe lang bestelt je vader al die pizza's, zolang je weet? Zolang ik lees. Nou, dat is misschien overdreven, maar wel zeker sinds dat ik 12 was of zo. Ja. Dat is echt niet normaal. Gewoon altijd. Gewoon altijd pasta. Nee, pizza carbonara speciaal. Nou, de mensen die dat eten, die weten wat erop zit. Maar zelfs als een pizzeria dat niet heeft, dan stelt hij hem zo samen dat het lijkt op een carbonara pizza. Dat is toch fijn dat als je pizza gaat bestellen, dat je nooit aan je vader hoeft te vragen wat hij wil. Je weet gewoon altijd pizza carbonara. Ja, en mijn broer ook, hè. Die eet dat ook altijd. Altijd. Ja. Dat is toch geniaal. Is eigenlijk gewoon een pizza met best wel veel vlees. Ik denk dat jullie vast wel iemand kennen waarvan je dat ook gewoon weet. Dat je bijvoorbeeld uit eten gaat of dat je, I don't know, misschien bijvoorbeeld sommige mensen die hebben patatdag, pizzadag. En dat je dan bijvoorbeeld met patatdag, dat je gewoon weet, ja hoor, Henk die wil patatje mayo met frikandel speciaal. En dan bijvoorbeeld Rosalie die wil standaard patatje oorlog met een gehaktbal. Ik heb geen idee, maar zo ken je wel mensen die gewoon altijd hetzelfde willen. Altijd. Ja. Ik had dat ook altijd bij de snackbar hoor. Niet dat ik een vaste dag had of zo om elke week naar de snackbar te gaan. Maar ik had het wel dat als we naar de snackbar gingen, in het noorden in ieder geval, was het altijd een eierbal. Altijd. En heel soms een frikandel speciaal. Maar sowieso als ze geen eierbal hebben, doe ik altijd frikandel speciaal. Dat vind ik zo ongelooflijk lekker ook. Echt genieten. Echt mooi. Ja, het is toch geinig dat je zo vast kan houden aan een gerecht, hè? Ja. Nou, als je het lekker vindt, waarom niet? Maar sommige dingen gaan een beetje schommelend. Die vind je dan een hele tijd lekker en dan ook gewoon weer een hele tijd even niet. En dan daarna vind je het weer heel erg lekker. Mm-hmm. Alleen met chocopasta, dat heb ik echt al mijn hele leven lang. Ik heb het met hagelslag inderdaad. Dat ik dat lekker vind. Ja. Echt mijn hele leven lang is al gewoon broodje chocopasta gewoon echt de shit voor mij. Dat is echt fijn. Ja, zo heeft iedereen dat wel, denk ik. Of pindakaas of zo. Dat eten mensen soms ook in een soort beleg. Ja. Ja, geinig is dat, hè. Ja. En dat dan mensen in het buitenland dat zo gek vinden. Dat wij dan hagelslag op een broodje. Ja, maar is ook wel een beetje gek. Ja, ik weet het niet. Dat is zo kennen wij dat, toch? Ja, maar als je beseft hoe veel suiker je daarvan alleen al binnenkrijgt als kind zijnde. Ja. Dat is echt bizar. Maar kijk hoe goed ik eruit zie. Ja, is wel zo. Nee, maar als je dat vergelijkt met andere landen. Sommige landen eten gewoon letterlijk pap in de ochtend of zo. Dat doen wij in Nederland ook misschien wel brinta of zo. Maar niet heel veel kinderen. Dus ik snap heel goed wat je bedoelt. Want ik heb wel eens interviews gezien van kinderen. Er wordt dan aan die kinderen verteld wat wij eten in de ochtend. Ja. En dan zeggen ze, oh mijn god, elke dag is een feestje. Ja, echt. Dus dat is, ja, dan krijg je wel door van, oh, misschien best bijzonder. Is het toch best wel bijzonder dat we elke dag gewoon hagelslag op ons brood doen of chocopasta of pindakaas. Nou, chocopasta is nu wel bekend in heel de wereld, heb ik het gevoel. Ja, gewoon echt door de Nutella. Want dat kan je overal wel kopen. Maar pancakes als je ergens bent, je kan nooit hagelslag kopen. Gewoon nooit. Nee. Want zelfs in Italië hebben ze geen hagelslag. Nee. Alleen misschien in die Hollandse winkeltjes of zo, dat je op een camping zo'n campingwinkeltje hagelslag kan halen. Fijne gezondheid. Maar in de supermarkt echt niet. Nou goed, we pakken even de snelweg. Ja, en ik ga pizza bestellen. Yeah. Let's go. Zo. Heerlijke pasta en een pizza. Inderdaad. Let's go. Snel eten. Eten, ja. Oh, lekker. Hallo meneer.
Oh, ik hou zoveel van Marion, hè. Omdat ze zo zichzelf is met dat soort dingetjes en stemmetjes en geluidjes. Dat maakt me echt vrolijk, serieus. Nou goed, we gaan lekker smikkelen. Als eerste moest ik even een plasje plegen. En ik zit, dan kijk je vooruit. Als je plas staat, dan kijk je vooruit. Dus dan kijk je hier naartoe. En volgens mij is dit nieuw. Volgens mij heeft de moeder van Marion, Treintje, heeft een nieuwe schilderij gemaakt. Ik vind hem echt super mooi. Ik vind hem echt super mooi. Kijk dan. Het geeft me een beetje een boodschap van iedereen is gelijk, iedereen is een mens. De hele wereld. Het lijkt ook wel een beetje op een oog. Op een iris van een oog. Dat is mooi. Treintje, als je dit ziet. Very beautiful. Zo ziet dat eruit, dames en heren. Een pizza carbonara speciaal. Met dus een eitje eroverheen. En ik vind dat eitje altijd super lekker. Dus ik eet dat ook als eerste op, zoals je ziet. Want hier was dat eitje een beetje. Maar het is maar goed dat ik oplettend ben. Niet dat je er dood aan gaat. Maar een stukje eigeel. Ach, dat is een cadeautje. Een soort van eischil, wat zei ik? Eigeel. Oh, eigeel. Ik bedoel eischil. Een soort van golden ticket van de chocoladefabriek van Willy Wonka. Ja, bel nu op. Zeg, ik heb gewonnen of niet? Ja. Ik heb een ijsschil. Ik heb gewonnen, ja. Toch? Wat? Ja, goed. In ieder geval even lekker pizzaatje eten. Heerlijk deze. Heerlijk. Ik vertelde aan, of ik vroeg aan Maiwen dat zolang dat Maiwen bijna leeft, bestel je al pizza carbonara speciaal. Absoluut zeker. En waarom is dat zo? Nou, gewoon die ingrediënten die daarop zitten, vind ik gewoon heerlijk. Dat is gewoon alles wat je ziet. Dit is Albert. Ja. Maar echt al bijna mijn hele leven, toch? Ja, er zijn nog wel zoveel mensen. Jij eet het nu, maar er zijn nog wel zoveel mensen die dit gewoon deze pizza nemen. Ja, en dat die dit blijven eten door jou. Ja. Maar hoe ben jij erop gekomen dan? Ja, ik eet dit door jou. Dat komt 100%. Vanuit Assen, van La Bella Italia. Daar komt het al vandaan. Daar begon je het met eten? Daar begonnen we daar rond te eten. Maar ik vond pizza eigenlijk helemaal niet zo lekker. En hoe oud was je totdat ik deze ontdekte. En hoe oud was je toen, denk je? Misschien wel 25. Ja. Oh, dit is wel echt mijn hele leven, hè? Je wordt er nooit flauw van. Nee. 25, nee. Hè? Holy shit, papa die is 60. Dus ja, net 60 gewoon geworden, ja. Ja, 35 jaar. Ja, niet geloof. Jij bent het ook weer lekker. Ja, ik eet hem toch ook altijd. Ja, ik moet wel eens het Hawaii. Ja, ik moet wel zeggen, ik eet alleen pizza carbonara speciaal hier. Ja. Nooit een ander. Nee. Terwijl thuis eet ik wel eens tonijn of Hawaii. Ja. Ja, geinig is dat, ja. En als je naar de snackbar gaat, heb je dan ook een vaste... Nee, ik kwam heel weinig bij de snackbar, ja. Als ik heel eerlijk ben. Ja? We waren nooit bij de snackbar. Nee, maar je had ook met topsport te maken. Dan ga je ook niet zo snel snackbar, denk ik. Nee. Wij gingen überhaupt nooit naar de snackbar. Nee. Ook niet om die reden, denk ik. Jullie hadden nooit een vaste pizza of patatdag? Nee. Ook geen vaste broccoli dag. Alleen wat we wel heel vaak aten, wat op een gegeven moment echt mijn neus uitkwam, was spaghetti bolognese. Ja. Hoezo? Ja, dat maakte mama gewoon echt standaard één keer per week. Gewoon spaghetti bolognese. Ja. Maar dan echt zo typisch met die macaroni spaghetti groenten erdoor. En dan zo'n pakje met water, dat je die bolognese saus doet. Dat door elkaar. Nou, op een gegeven moment ben je helemaal klaar. Vind je dat nog steeds? Nee. Ja. Opluchting, toen jij naar huis gegaan bent, toen zijn we daarmee gestopt. Ja. Nee, oh, dat was echt erg geweest. De pap nu zei ja, nog steeds. Ja. Ook 35 jaar. Ja. Nee, vooral eigenlijk wel veel gewoon aardappel, groente, vlees. Ja, gewoon echt een Hollandse maaltijd. Dus. Ja. Echt een stukje vlees, aardappels, jus eroverheen. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, ik ook hoor. Net als jullie ook eigenlijk nooit geen varkensvlees. Nee. Altijd wel kip of beef of... En wat voor jullie de uitvinding is de airfryer, hè? Dat doen jullie wel veel. Ja, absoluut. De airfryer. Ja, dat is ook wel een uitvinding, hoor. Is ook, zeker. Ja, heb je wel eens kippenpootjes uit de airfryer gehad? Nee. Dat hebben we net gehad, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie. Ja, zeker. En dan wel kippenpootjes van de markt. Eigenlijk moet dat ook. Ja, ik had ze bij de markt. Eigenlijk moet dat ook wel goed gaan, natuurlijk. Ze gaan normaal ook in de oven. Ja, alles wat in de oven gaat, kan je daar ook in. Ja, klopt. Is wel zo, ja. En ook afbakbroodjes had ik ook gezien, hè. Die kan je ook in de airfryer doen. En dan zijn ze veel sneller klaar. In de airfryer hoeven ze maar 3 minuten of zo. En in de oven moeten ze veel langer. Ja, dat is wel een goeie. Moet het ook een keer proberen. Ja. Maar goed, ik ga mijn pizza verder opeten, anders wordt het koud. Er werd aan mij gevraagd of ik een keer weer een sokje mee wilde nemen. In de vlog, tenminste. Niet meenemen in huis, maar in de vlog. En kijk eens wie hier ligt. Hey, sokje. Hallo! Hallo, sokje. Hey, gaat alles goed bij jou? Hey, ja? Wat een schatje ben je ook, hè? Ja, wat een schatje ben je ook. Kijk nou dan. Oh, hallo.
Hey, hoe is het met jouw sokje? Oh, is lekker hè? Oh, kijk nou dan. Ja, zo lekker. Oh. Is het lekker? Mel, mel. Mel. Lekker ding ben je. Kijk nou hoe mooi kopjes ze heeft, hè. Ongelooflijk. Nou, hier zitten ze dus lekker te chillen. Het zal vast wel warm zijn naast die open haard hier zo. Heerlijk. Lekker, hè? Zo lief. Dat staartje ook wat heen en weer gaat. Echt schattig. Doei, zakje. Doei, doei. Hé, hey, gekkie. Gekkie. Wat doe je met die pootjes zo? Hey. Zou ik hem nog even aaien? Hey. Ja. Lekker hè. Echt schattig. Doei zakje. Doei doei. Zo dames en heren, we zijn weer thuis gekomen en we hebben het heel erg naar ons zin gehad. We hebben even met je vader nog een goed gesprek gehad. Echt fijne schoonvader. Topper. Echt een fijne man. Dus daar hebben we echt nog een aantal uurtjes gezeten en even lekker gekletst. Ook lekker gegeten dus, maar dat hebben jullie gezien. En we zijn nu thuis. Het is 11:30 en ik heb toch even de computer nog aangeslingerd. Want ik wil graag nog eventjes wat dingetjes opnemen die ik ook moet inspreken. Dus die wil ik vanavond nog eruit sturen. Dus ik ga nu even een opnamesessie hebben. Voor iets heel erg leuks. Een leuke samenwerking die eraan komt. Dus dit is wel echt heel erg nice. Dus ik ga even aan de slag. Het is bijna 1 uur 's nachts, maar dan heb je ook wat. En ik lig met een muts op bed, die doe ik natuurlijk wel af. Nee, dat doet hij niet. Nee, ik slaap altijd met mutsen sindsdien ik hem heb van Myron. Ja. En ik ben er zo blij mee. Ja, je hebt wel echt die hele elke dag opgehad sindsdien. Klopt, dat is waar. Hé, het is eindelijk weg van je voorhoofd. Nu pas. Ja, deze heb ik echt veel op. Ja, het is echt mijn lievelingsmutsje. Sowieso deze stijl. I like it, man. Hij was er ook nog in het zwart. Wil je die ook nog? Oh my god, die wil ik zo graag hebben. Ja? Ja, echt. Ik ben bijna jarig. Nog 5 maanden. En in de zomer draag je dit niet op. Oh nee, klopt. Nee, we gaan bijna wisselen naar de pet alweer. Nee, ik zou gewoon een keertje een hele zomer zonder pet doen. Nachtmerrie! Goed, we gaan lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Hiep, hiep, hoera. De piep is minder. Ja? Ja. Yes. Ik hoor hem nog wel, maar hij is wel minder. Maar ik denk gewoon omdat ik oprecht een hele chille dag met jou heb gehad. Oh, en los van dat, alsnog de avond afgesloten met echt even een goede sessie, wat ik sowieso nog even moest doen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb heen gereden en ik heb teruggereden. Ja, jij bent best wel druk geweest. Ja, dus ik ben blij, ik ben tevreden. Yeah, I'm happy, you know? That's important. Good vibes, you know? Today yes. Was a good day. Of course. Ik zie jullie morgen. Bedankt allemaal voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, big, dikke, fat vette peace. Doei.